In deze videotraining laat ik zien hoe je kan werken met de communicatieservice. Voor de inrichting van de communicatieservice bekijk je een andere videotraining. Klik hiervoor op de link die nu in je scherm staat. Voordat we beginnen zorgen we dat het submenu van de communicatieservice getoond wordt in Profit. Ga in Startmenu Algemeen onder Beheer naar Autorisatie toe. Selecteer links de gebruiker of de groep en zorg rechts dat onder het tabbladmenu de vinkjes voor de communicatieservice aanstaan. Zowel het grote pakket als het Small Business pakket hebben tegenwoordig dezelfde menuopbouw voor de communicatieservice. Onder Startmenu Algemeen zie je dit submenu staan. De eerste twee onderdelen kun je eenvoudig automatiseren door gebruik te maken van de comment line. Op die manier start je via een batchfile automatisch Profit-taken. Het gebruik hiervan komt aan bod bij het bespreken van de onderdelen. Iets onlogisch begin ik even bij de communicatieprofielen. In de communicatieprofielen leg je alle certificaten en gebruikersgegevens vast die de communicatie met de relevante instanties of organisaties mogelijk maakt. De profielen worden standaard meegeleverd en staan altijd op geblokkeerd. Zorg dus altijd dat je onder het tabblad Algemeen het vinkje geblokkeerd allereerst uitzet. Vervolgens moet je de profielen zelf inrichten en klaarmaken, zodat deze daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Je verzendt berichten vanuit Profit naar relevante instanties of organisaties en je ontvangt vervolgens retourberichten. Dit doe je altijd vanuit de communicatieomgeving en niet vanuit de subomgevingen. Wanneer je alle uitgaande communicatieberichten wilt verzenden en de inkomende berichten wilt ontvangen, doe je dat door de eerste menuoptie Verzenden en ontvangen te gebruiken. Je kunt deze handelingen automatisch verrichten door de comment line in te richten. Wanneer je al een comment line hiervoor hebt, controleer dan of dit niet de verouderde verwijzing naar de BAPI Exchange bevat. Met de actie Com Send kun je de berichten die klaarstaan verzenden en met de actie Com Receive kun je de retourberichten ophalen. Je verwerkt vervolgens de inkomende berichten in je omgeving. Dit doe je door de tweede menuoptie Berichten verwerken. Ook deze handeling kun je automatisch verrichten door de comment line te gebruiken. Gebruik in dit geval de actie Com Process om de ingekomen berichten te verwerken. In de communicatieberichten controleer je of het verzenden en ontvangen van de berichten goed is verlopen. Je treft hier alle mogelijke communicatieserviceberichten aan voor alle communicatieprofielen. Je ziet om wat voor een soort bericht het gaat, aan welk profiel deze gekoppeld is, maar ook wat de status hiervan is. Daarnaast zie je wanneer de laatste actie hierop geweest is, aan welke omgeving deze gekoppeld is en of er wellicht iets verkeerd is gegaan met het versturen. Let op, omdat deze functie er opnieuw is ingezet, worden de communicatieberichten van Profit 2011 hier niet meer getoond. De berichten zijn nog wel te benaderen door een nieuwe analyse te maken op basis van de gegevensverzameling Berichtenuitwisseling Belastingdienst. Omdat je hier alle mogelijke berichten ziet, is het wellicht handig om per berichttype een weergave te maken. Op die manier kan je eenvoudig je berichten categoriseren. Kies voor een nieuwe weergave. Baseer deze op de bestaande weergave en klik op volgende. Geef als omschrijving het berichttype mee. Ik klik op volgende. Ik verander niets aan de gegevensverzameling, dus ik klik nogmaals op volgende. En vervolgens ga ik het filter instellen. Ik kies voor het geavanceerde filter en ik selecteer het veld berichttype. Ik gebruik het filter is gelijk aan en geef ook hier loonaangifte op. Vervolgens voltooi ik de weergave. Ik zie nu dat alleen de berichten van de loonaangifte getoond worden. Dit doe je vervolgens voor ieder berichttype. Een andere tip is om te sorteren in de weergave. Selecteer bijvoorbeeld allereerst op berichtstype en vervolgens op de datum van de laatste wijziging. Hou je controltoets in en dubbelklik op de kolom. Tijdens het verzenden, verwerken of ontvangen van berichten kunnen zich problemen voordoen. Je kunt een foutmelding van Profit of een waarschuwing krijgen. Deze kun je raadplegen in je communicatielog. Je ziet hier wat er allemaal gebeurt in de communicatieservice. Aan het einde zie je ook een niveaucode. Hier kan een I van informatie of een F van foutmelding staan. Wanneer je dubbelklikt op een regel en het zou een foutmelding betreffen, zie je in het kopje informatie de details van deze foutmelding staan. Wanneer je de comment line gebruikt, zal je hoofdzakelijk het communicatiebericht en het communicatielog raadplegen om de status en eventuele problemen te traceren.
Tot zover deze videotraining over het gebruik van de communicatieservice.